Het was een rare week. Ik werd van de week gebeld door iemand. En het was een uurtje of 11. En die man die zei, spreek met Henk. Dus ik zeg, nee. Dus ik zeg, nou, ik denk dat je verkeerd verbonden bent. En dan denk je dat die man zegt, nou, ik denk het niet. Oh, nou, oké. Ja, oké. Okay. Nou, dan ben ik Henk voor jou. Wat moet je nou zeggen? Oh, nee, ja. Sorry. Dan heb ik verkeerd opgenomen. Ik ben wel Henk. Ja. Dat is toch raar? Nu ik even iets langer nadenk, ja, nou, je zegt, ja. Oké, okay, ja, ik ben wel Henk. Ja. Ja, maar dat is ook raar. Ja. Het wordt wel, en toen ging ik ook zijn nummer opslaan. Ik denk even een foto kijken wie het was, weet je. Ja. Maar ja, dat is, je zag ook niks, dus... Oh. Het klinkt echt wel eigenlijk een beetje dreigend. Ja, toch? Ja. Zo'n, maar nee, je spreekt niet met Henk. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het mannetje, wel, ja. Ik ga gewoon mijn geld teruggeven. Ik heb nog 10.000 euro van je. Ja, ik denk wel dat Henk is. En ik heb hier een vrouw liggen met een kaars. Ja. Maar het gesprek was dan klaar? Van, Nou ja, ja dus ik zei van nou, nee, maar ik ik ga nu ook ophangen, zei ik tegen hem. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ja, nee, oké, dan niet. Nee. Ja. Dat is echt, ik heb ontzettend behoefte om met je te praten, Henk. Dat hij echt zijn hele probleem op tafel gooit. Hij zei dat ik je altijd kon bellen, Henk. Maar heb jij niet een Henk in je omgeving? Dat die het misschien kon zijn? Nou ja, maar die is dood. Oh. Ja, zei je dat niet dan? Ik ken wel Henk, maar die is dood. Ik ben Henk, die is dood. Ja. Ja. Dat is het toestel van Henk, die is dood. Die heb ik ook, ja. Ja, dat is ook zo raar. Als mensen opnemen. Ja. Want, dan had ik laatst ook, want ik moest iemand bellen. En toen nam iemand op met, dit is de telefoon van Andrea. Ja. Weet je, dan, wat moet je dan? Ja, kan je me doorverbinden met de printer van Hans? Ja. Dat is ook raar.